54 jaar geleden ben ik in Bosnië geboren, toen nog Joegoslavië. Joegoslavië was mijn land. Ik heb daar lang en gelukkig gewoond. Maar die land bestaat niet meer. Ik heb jaren met trotsheid volkslied van Joegoslavië gezongen. Wij staan zo trots op en wij zingen. Hej Sloveni, ošte živi, riječ naših djedova. Maar die bestaat ook niet meer. Ik woonde in een prachtig dorp in Bosnië-Herzegovina. Maar die bestaat ook niet meer. Mijn huis bestaat ook niet meer. Toen in 1992 oorlog in Bosnië-Herzegovina begon, toen Joegoslavië uit elkaar is gegaan, ik heb met 40.000 mensen uit mijn stad gevlucht. Maakt niet uit waar naartoe. Als jij maar rust hebt en een onderdak boven jouw hoofd, dan neemt wind jou mee als een blaad. En die neemt jou mee overal. Toen kwam ik naar Kroatië. Ik was 10 maanden in Kroatië. En toen was ook niet veilig voor mij, want ik ben een moslima. Toen wij waren ook niet meer welkom in die tijd. Oom van mijn schoonzus woonde in Breda. Hij heeft via Rode Kruis ons opgespoord en gevonden. In die tijd is mijn oudste broer doodgegaan. Hij was longspecialist, net afgestudeerd, 2 kleine kinderen. En ik kon nooit afscheid van hem nemen. Ik was in Kroatië en kon niet terug naar Bosnië voor de begrafenis, voor een laatste kus om hem te geven. Per toeval kwam ik naar Nederland toen, in die tijd, door die oom van mijn schoonzus. Hij kwam ons ophalen met een garantiebrief dat hij zal met zijn vrouw voor ons zorgen. Mijn schoonzus met 2 kinderen en ik. Daarna kwamen ook mijn vader en moeder. Maar toen is nog iets gebeurd. Mijn land, Joegoslavië, bestond niet meer. Volkslied, mijn huis, mijn stad. Maar ik, als Najda Ribic, ook niet meer. Opeens ben jij jouw identiteit kwijtgeraakt. Jij wordt alleen maar vluchteling nummer. En dat was het. Dat was voor mij heel moeilijk. Ik ben in februari 1993 naar Nederland gekomen. En ik dacht voor eventjes. Een paar maanden en dan ga ik terug naar mijn land. Voor ons was het doel van onze dag naar televisie kijken, naar het journaal, naar alle bijeenkomsten in Geneve, Amerika. Of ze gaan beslissing nemen en naar Bosnië gaan, naar ex-Joegoslavië, om oorlog te stoppen. Maar dat was zo niet. Dat was gewoon zijn werk. Ze pakken gewoon die mooie tassen, ze komen naar vergadering, ze krijgen salaris voor, maar rest is niet zo belangrijk. En Bosnië is ook niet een interessant land. We hebben geen olie. We hebben niks wat voor Europa en Amerika kan interessant zijn. Toen had ik heel veel moeite om niemand te zijn. Ik heb heel veel en heel vaak in de jaren geen projecten gedaan voor vluchtelingwerk, voor andere organisatie. Maar meestal, ik was daar als een vluchteling. Dus dat hoefde niet Najda zijn, dat kon ook... Sorry. Dat kon ook iemand uit de wereld, als die maar één vluchteling is.
En omdat die kan altijd als een journalist goed praten. En als ze één keer begint, dan die gaat via via. Tot het moment dat ik zei, nee, nu niet meer. Ik wil als een persoon terugkomen. Ik wil zoals vandaag, met trotsheid, als Naida Ribic. Een persoon met naam en achternaam. Ergens komen, omdat ik dat verdient. Ikzelf. En niet omdat ik hoor bij een doelgroep. En dat, weet je, zoals Indianer bestaat wel. En jij pakt dan iemand en jij laat het aan het publiek laten zien. Dat was heel moeilijk. Mijn verhaal is heel lang. Ik kan over val van Joegoslavië, van vluchten, van mijn aankomst, over alles praten. Maar ik ben nu 23 jaar. Ik ben heel goed ingeburgerd. Ik heb heel veel gedaan. Ik was op radio, televisie, kranten. Ik was 6 jaar gastdocent bij Afans College, Breda en Den Bosch. Ik heb een boek van gedichten uitgegeven. 2 documentaire film gemaakt. Maar toch ben ik een allochton. En toch krijg ik altijd vraag tijdens mijn lezingen, wanneer ga ik terug naar mijn land? En dan kom jij gewoon in een moment dat jij hoort nergens. Ik heb 2 vlaggen. 1 vlag is van Bosnië-Herzegovina. Maar de andere vlag is van Nederland. En waar hoor ik dan? Nergens. Ik ben tussen 2 culturen, tussen die 2 landen. In mijn hart is Bosnië-Herzegovina mijn land. Alles wat ik heb is daar. Alles wat ik had, mijn jeugd, mijn familie, alles. Maar hier ook. Ik ben 23 jaar. Ik heb mijn kinderen, ik heb mijn leven. Op een moment, als ik wil naar vakantie, ik zei tegen mijn kinderen, nou, nog even en wij gaan naar huis. En dan ben ik helemaal blij, wij gaan naar huis. Maar na 3 weken in Bosnië, ik zei weer, nog 1 week en wij gaan terug naar huis. En dan opeens, ik dacht, nou, maar waar is mijn huis dan? Hier in Nederland hoor ik altijd, waar kom je vandaan? Wanneer ga je terug? Waarom draag je geen hoofddoek? Jij bent een moslima. Maar in Bosnië hoor ik ook van jullie van Europa. Jullie van Nederland. Want ik ben veranderd. Ik ben anders. Als een journalist heb ik 1 keer een artikel geschreven. Ik kom uit de toekomst van mijn land. En dat is echt zo. Bosnië-Herzegovina moet nog een lange periode hebben om in de Europese Unie te komen. En ik woon al 20 jaar, 23 jaar met die Europese regels op Europese manier. Dus als ik daar kom, die botst. Ze snappen dat niet, want ze moeten nog heel veel educatie hebben, nog zoveel veranderingen om tot die stadie te komen. En dan hoor je, ja, jullie uit Europa, jij uit Nederland. Dus opeens, ik zeg ja, wie ik ben, waar hoor ik dan? Maar mijn antwoord is, jij hoort daar waar jouw hart is, waar mensen zijn blij om jou te zien. En ik heb in Bosnië heel veel mensen die zijn blij als ik kom, maar ook hier in Breda, ook hier in de zaal. Er zijn speciale mensen gekomen om mij te horen, met mij te zijn. En ik was zo blij toen zij zei, Naida Ribic is vandaag met ons. Gewoon een persoon. Want toen ik naar Nederland kwam, 23 jaar geleden, heb ik een gedicht geschreven. En heel kort van is, kwaadaardige stukken, kwaadaardige winden, sorry, brachten mij hier. Naar het bloemenland, naar het molenland. Naar het land van vrede. Naar het land waar men, mens in mens zoekt. En geen kleur, ras of geloof. Dat was mijn mening en mijn gevoel over Nederland. Na zoveel jaren, dat is ook veranderd.
Met alles wat gebeurt in de wereld, mensen gaan ook mee. In 1995, in die plekje waar wij op dit moment zijn, waren heel veel vluchtelingen uit Ex-Jugoslavië, uit Bosnië. Omdat ik was al anderhalf jaar hier, ik kwam zo enthousiast om die mensen te helpen. Met taal, met vertaling, met uitleg wat in Breda en in Nederland gebeurt. Maar ook om omhelzen, om warmte te geven, want dat was heel belangrijk. Toen was ik echt trots op Bredase mensen. Ze komen elke dag met speelgoed, met kleding, met even zich aanmelden voor met mensen taal leren, met mensen vrijwilligerswerk doen, sport. Dat was 20 jaar geleden en dat was prachtig. Maar jammer genoeg, vorig jaar was een protest. Toen wordt gezegd dat weer vluchtelingen naar Breda komen. Die mensen waren tegen. Dat betekent dat mensen gaan met massa mee. Met media. Ik ben journalist. Ik weet hoe media machtig is. En hoe media kan mensen manipuleren. En dat is niet goed. Vandaag heb ik expres, die kleding is een traditionele Bosnische kleding. En dit is symbool van Srebrenica. Srebrenica waar genocide is geweest. Nederland is heel speciaal land voor 30.000 mensen uit Bosnië-Herzegovina. In Nederland is het tribunaal. Tribunaal waar oorlogsmisdaders als Milosevic, Karadzic, Mladic en de rest zijn veroordeeld of nog niet. Nederland was betrokken met genocide in Srebrenica. Nederland is een land die in mijn land een beetje op de zwarte lijst zit. En ik zie mijn rol als een broer. Ik praat heel graag in Nederland, overal waar ik kan, over Bosnië-Herzegovina, over alles wat daar gebeurt, over mensen, over Joegoslavië. Maar ook als ik naar Bosnië ga, ik wil Nederland verdedigen. Ik wil zeggen, nou, dat is niet zoals jullie denken. Wij zijn in Nederland gelukkig. En onze kinderen zijn vrij naar school te gaan. Vorig jaar is in Telegraaf een artikel geweest dat mensen uit Bosnië-Herzegovina of ex-Jugoslavië zijn de beste geïntegreerde mensen in Nederland. Mensen die zijn met minimaliteit op de uitkering, die hebben goede banen, die hebben goede opleidingen. Ik ben hier, ik kan van alles vertellen. Maar ik mis Bosnië-Herzegovina heel erg. Soms hoor ik een liedje, soms komt een geur bij mij en ik zeg, oh, dat mis ik. Ik heb vandaag iets meegenomen, iets wat typisch voor Bosnië is. En dat is Bosnische koffie. Bosnische koffie staat vermeld in wereldboeken met wat moet jij echt één keer in jouw leven meemaken. Dat is ook miniatuur van iets wat origineel in Bosnië is. En bij ons komt nog die kleed, die handwerk die nog steeds in Bosnië is. En dat is džezva, handgemaakt voor de koffie. Een kleine kopje, die heet filjan. En voor mij was het een cultuurschok toen ik hier die grote mok zag. Ik zei, huh? En dat komt die schaaltjes erbij. Dus als jullie naar Bosnië gaan en jullie gaan naar een restaurant om Bosnische koffie te drinken, dat komt dit. Met een speciale koekje erbij. Die koekje heet lokum. Ik dacht dat nu in het publiek zou de burgemeester zijn. En ik heb 2 kopjes meegenomen voor mij en voor hem. Koffie aanbieden als een symbool van onze samenleving. Als een symbool dat wij, allochtonen, moeten jezelf blijven, zoals wij zijn geboren. En dan onze liefde voor deze stad, voor deze land, komt van jezelf. Jij kan een mens niet veranderen. Als jij een mens
als mens met respect behandeld, dat wij zijn anders, dan kan allemaal fantastisch zijn. Dat is Bosnische koffie. Die ruikt heel erg lekker, maakt niet uit. Die is ook voor iedereen een beetje. En ik heb voor mij thuis, die is mijn dorpje, die bestaat niet meer. Dus iemand heeft voor mij dit gemaakt. Die staat bij mij op mijn tafel. En ik wilde echt hem als een symbool met dit koffie aanbieden. Maar oké, ik pak zelf even en jij kan komen. Jij bent mij uitgenodigd om hier te zijn. En nou, dan heb ik. Alsjeblieft. En heel erg bedankt. En ik heb koekje voor iedereen meegenomen in de doos. En lokum. En ik ben echt blij. En gelukkig dat in onze stad, in die prachtige musea, op een monument waar 20 jaar geleden ik heb met Bosnische mensen een heel veel gedaan. Een heel mooie, prachtige Bosnische avond. Dat ik terugkwam om te zeggen dat grenzen zijn altijd geweest. Dat grenzen zijn altijd blijven. Maar dat is naar in onszelf hoeveel wij willen en toegeven dat de grenzen bij ons komen. Dank je wel. Proost.